Vorige week zagen we voor wie New Life Living klaarstaat. Maar wat houdt het traject in? Wat ga je doen? En welke begeleiding mag je verwachten? Dat legt Anne Roos u ons deze week uit. Wat houdt zo'n intensief traject nou precies in? Dat traject start bij ons op het moment dat de mensen bij ons vanuit de kliniek naar binnen komen. Dat traject kan maanden duren tot een jaar. De programmaonderdelen die de mensen bij ons volgen bestaan onder andere uit mindfulness, sport, veel individuele momenten, één-op-één gesprekken, echt inchecken met iemand. Maar ook groepsonderdelen zoals jongerengroepen, topicgroepen en de sport bijvoorbeeld ook een gezamenlijk iets. Sprekers, workshops, een intensief traject. Hoe het is om hier te wonen en aan mezelf te werken, ja, dat is een prachtige weg, maar ook een hele zware weg. Het is een hele lange weg geweest, vol pijn en verdriet, maar ook met heel veel mooie momenten. Dat ik ook mijn familie weer terug heb, mijn vrienden weer terug heb, dat ik mijn schulden heb kunnen regelen, dat ik weer voor mezelf kan zorgen, dat ik nu uiteindelijk weer een baan heb waar ik fulltime mee bezig ben en dat ik weer kan zoeken naar een huisje en gewoon weer een normaal iemand in de maatschappij kan zijn. Geen dag is eigenlijk hetzelfde, maar toch beginnen we elke dag met een vast moment en dat is de dagopening. Hierin gaan we echt even kijken hoe zit de bewoner erbij, hoe is de vorige dag geweest, wat zijn de dagdoelen en echt het moment om even in te checken. Daarna vliegt eigenlijk iedereen uit. Sommige mensen gaan voor de programmaonderdelen op de hoofdlocatie, maar we hebben ook bewoners die alweer aan het werk zijn, die iets verder in dat reïntegratietraject zijn. Dus daarin verschilt het gewoon heel erg wie waar naartoe gaat. Een intensief traject waar de personen die het aangaan weer laat groeien. En wie groeit, vliegt uit. Hoe dat gaat, dat zien we volgende week.